Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Deterink Advocaten en Notarissen. FC Eindhoven staat onderaan en Helmond Sport doet mee om de titel. Maar de burenruzie is altijd een wedstrijd op zich. Dit is Blauw-Wit TV. Goedenavond, welkom bij Studio 040 Blauw-Wit TV met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport, de burenruzie. En dat is altijd een wedstrijd op zich, ik zei het net al. En dus kan FC Eindhoven zomaar eens gaan stunten in Helmond. FC Eindhoven staat nog steeds onderaan, maar kan binnenkort misschien wel een plekje opschuiven. Dat zou dan ten koste moeten gaan van Veendam, dat op het randje van een faillissement staat. De tegenstander van vandaag is Helmond Sport. Dat draait eigenlijk al vanaf het begin van het seizoen mee in de top van de Jupiler League. En doet dat ook nog eens met goed voetbal. Helmond Sport heeft op papier dus de betere voetballers. En daar zet FC Eindhoven deze elf tegenover. De opstelling met Zari in de goal, Van de Kerkhof, Verkoelen, Paridaans en Van Belle achterin. De middenveld met Lucius, Van Gele en Ospitalieri. En de voorhoede bestaat dan uit Maria, Kotsch en Waalkens. 18 kilometer tussen Helmond Sport en Eindhoven. Dus derby time. Op Sportpark De Braak. Helmond Sport mag nog dromen van de titel. FC Eindhoven stijf onderaan. Verhoudingen en verschillen op de ranglijst. Het is vanaf de eerste seconde duidelijk te zien op het veld. Guvench na een seconde of 20. De vuisten van Zari. En probeert Kaslauskas nog iets. Schot uit de tweede lijn. Het is van Stagnik. En dan is er al gefloten door de scheidsrechter. Van Karel van den Heuvel. Eindhoven, dat al sinds oktober geen wedstrijd meer wist te winnen. Tegen een wisselvallig Helmond Sport dat wel al heel vroeg voor de tweede keer dichtbij een treffer is. Deze poging van Sequeira wordt van de lijn gehaald. Ook Fazli was dichtbij. Nou, heel snel rammelt de ploeg van Erik Meijers flink aan de poort. De arme FC Eindhoven, dit is Stagnik met de voorzet. Guvench kan aannemen, raakt de bal niet lekker. Brahim Zari kijkt hem naast. Het wordt eentonig. Opnieuw Helmond Sport. Met het wegvallen van Veendam is het allemaal wat vertekend op de ranglijst. Maar wat zeker is, is dat bij winst Helmond Sport gewoon mee blijft doen bovenin. In ieder geval voor de play-offs. Een beetje gunstige resultaten op de andere velden. Wellicht ook nog voor de titel. We zagen nog een schotje van Sequeira. Dan wordt het eindelijk eens een keer tijd voor een uitbraak van Eindhoven. En Maria krijgt de bal niet bij Kotsch. Dit is wel een aardige mogelijkheid voor Waalkens. En hij stuit op Van der Steen. De poging daarop gaat er ook niet in. Maar hij kreeg toch de grootste kans. Waalkens weet dat en baalt. Daarna is het woord weer aan Helmond Sport. Opnieuw een schot uit een moeilijke hoek. Stagnik. Redding van Zari. Wekelijks uitblinker. En Eindhoven dat toch 6 wedstrijden op rij verloor. Vaak met dikke cijfers. De vrouwen van PSV FC Eindhoven hebben al een flink aantal wedstrijden gespeeld sinds de vorige aflevering van Blauw-Wit TV. Er werd gelijk gespeeld tegen Anderlecht en Ajax en er werd gisteren met 5-2 gewonnen bij het Belgische Beerschot. De volgende wedstrijd van de dames is over 2 weken, thuis tegen Twente. De voetballers van Siba VDL hebben al bijna een maand rust in de competitie. Wel speelden ze een oefenwedstrijd. Ze haalden weer een keer de dubbele cijfers en wonnen in een vriendschappelijke wedstrijd met 11-3 van ZVC Argos Sint-Gilles-Waas. Tweede helft een uitstekend Helmond Sport uit de kleedkamers. Het is een prachtige aanval die uiteindelijk wordt binnengelopen door Charlie Kaslauskas. 5 minuten in de tweede helft. En Helmond Sport neemt zeer verdiend de voorsprong. Een prima aanval. Die wordt besloten met de 4e goal dit seizoen van Charles Kaslauskas. En dan gaat het opeens hard. Het is 2 minuten later, de paas van Sequeira op opnieuw Kaslauskas. De valpartij. En de rode kaart van de Heuvel stuurt Paridaans er vanaf. En zo trekt Helmond Sport de wedstrijd in 2 minuten volledig naar zich toe. Met zijn 10e Eindhoven, Paridaans klaagt niet bij de scheidsrechter en terecht.
Rode kaart is de juiste beslissing. Guvench achter de bal en hij rondt het af. 2-0. Doelpunten in de 50ste en de 52ste minuut voor Helmond Sport. Zari ging naar de goede hoek. De bal van Guvench te goed ingeschoten. Dit is 10 minuutjes daarna. Een teken van leven van Eindhoven. Als Verkoelen de 2-1 mag maken op aangeven van Korts. Kijk, er is echt hoop bij Eindhoven. Blijdschap bij Verkoelen. Of het de bedoeling van Korts was, daar lijkt het niet op. Maar bij Eindhoven voelen ze dan dat er toch wel wat te halen valt. Bij Helmond Sport zakt het dan volledig in. Het is Waalkens. Dreigt naar buiten. Trekt dan naar binnen. Heeft hem voor zijn rechter. Maar schot ruim over het doel van Van der Steen. Maar met 10 man toont Eindhoven veerkracht. Wow. Een voorbeeld van mouwen opstropen en knokken. Dit is een schot van Samir Fazli van Helmond. Voor een treffer die de marge weer op 2 zou brengen. Schot gaat naast. Dan weer de beurt aan de bezoekers van iets verderop. De kans is voor Verkoelen. Die schuift hem in de kluts naast. De kans. Op de laatste seconde van de officiële speeltijd. 4 minuten komen erbij. Dit is het absolute einde. Dada stift hem over het doel. En zo komt die gelijkmaker er niet. En had Eindhoven misschien toch wel een punt verdiend. Maar de 3 punten gaan naar Helmond Sport. Van de buur verliezen is altijd erg. En de manier waarop... Ja, je ziet dat in een paar momenten de wedstrijd beslist is geweest. En dat is doodzonde. Wat een furieus begin was dit van Helmond Sport. Ja, inderdaad. Ik kwam er flink onder druk. Volgens mij was na 1 minuut de eerste kans van hen al binnen. Ja, dat hadden we eigenlijk wel kunnen verwachten, vooral in deze wedstrijd. Nou, het enige dat ze te verwijten valt is dat ze in bepaalde momenten van de wedstrijd niet de goede keuze maken. En dan maken zij 2 goals uit. Ja, we zeiden tegen elkaar, let op de lopende mensen, let op voor de tweede helft weer het begin, want ze zullen weer fel beginnen. En ja, na 5 minuten sta je in de tweede helft sta je met 2-0 achter. Eén keer wordt er niet meegelopen en voor het doel gedekt. En de andere keer laat je een bal stuiten waar je gewoon volgens mij je schoen onder moet zetten. En dan is de communicatie slecht achterin. En sta je met 2-0 achter. Ja, dat zijn de momenten waarop Helmond Sport zit te wachten en dat ons niet mag gebeuren. Dus dat kan gewoon niet. En met 10 man ging het wel. Waar we vellen, waar we pakten we meer duels, pakten we de tweede ballen, konden we meer gaan voetballen. En vandaar zijn we steeds gevaarlijker geworden. Uit een 2-0 achterstand moet de ploeg toch een compliment geven dat ze met een man minder eigenlijk toch nog goede kansen gecreëerd hebben en ervoor zijn blijven gaan. De stand dan zoals die eruit ziet na de speelronde van deze week. Excelsior speelt gelijk en loopt nog verder uit op FC Eindhoven. Dat dit seizoen uitzichtloos was, dat wisten we al wel. De achterstand op de Rotterdammers is nu 6 punten. FC Eindhoven verliest dus opnieuw, maar het spel ziet er een stuk beter uit dan de afgelopen weken. En dat moeten ze dan doortrekken naar volgende week maandag. Want dan speelt FC Eindhoven op tweede paasdag thuis tegen Volendam. De wedstrijd is 's middags om 2:30. Daar zijn we natuurlijk weer bij en dat kun je dan dinsdagavond zien hier bij Studio 040. Tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Deterink Advocaten en Notarissen.